Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van morgen. Zaterdag PSV is dan de tegenstander in Eindhoven. En dat is de eerste wedstrijd weer na de interlandbreak. Dus ook wel weer fijn voor de spelers en natuurlijk ook voor trainer Rogier Meijer dat het weer gaat beginnen. Nee, ja, we hebben wel een oefenwedstrijd gespeeld. Het zat een beetje rommelig, zeker omdat we nu ook wat jongens hadden die ergens anders waren. Dus dan is het lekker dat je weer een beetje terug bent in het normale ritme van de wedstrijden die gaan komen. Spelers al een paar dagen vrij. Geldt dat dan ook voor de trainer? Ja, dat geldt ook voor de trainer. Ja. Dus het is even lekker om twee dagjes een beetje af te tanken. Even de gedachten ergens anders op en maandag weer verder. Ja, de spelers dus ook een paar dagen vrij en kwamen dus niet in actie. Alhoewel, niet allemaal natuurlijk, want er waren er drie mee met Jong Oranje. Jury Baas, Suntje Hansen en Dirk Proper. Die kwamen uit bij Jong Oranje. Wat zegt, hij was zelfs de aanvoerder, Dirk Proper, bij de laatste wedstrijd. Hoe kijkt hij terug op die interlandwedstrijden? Ja, leuk. Natuurlijk een hele nieuwe groep. Je hebt natuurlijk alle jongens die vorig jaar erbij zaten. De meeste jongens zijn nu te oud voor Jong Oranje, dus je moet doorselecteren naar een andere leeftijdscategorie. Dus heel veel nieuwe jongens, heel veel jongens die ik ook nog niet kende. Een aantal jongens die ik ook al wel kende, maar heel gezellig gehad de hele week. En twee wedstrijden gespeeld, twee keer gewonnen, dus goed eigenlijk. Ja, hofleverancier was NEC, dus dat moet wel fijn zijn om met je maten hier die kant op te gaan, toch? Ja, zeker. Maar ik moet ook zeggen dat al die andere jongens waren ook hartstikke gezellig, hoor. Maar het is wel mooi. Ik weet niet of het al eerder is gebeurd. Dus dat is een goed teken, denk ik. Nou, liet Carlos weten dat hij graag met jou nog in gesprek wil om het contract op te breken, om te verlengen. Heeft hij al met je gesproken? Nee, nog niet. Maar is er iets waar je zegt van, ja, daar ben ik nu helemaal niet mee bezig? Of is iets waar je zegt van, nou ja, prima, als hij wil praten, ben ik best nu ook al praten? Nou, ik ben er nu eigenlijk niet echt mee bezig. Maar ja, als Carlos een koffietje me wil drinken, dan sta ik er natuurlijk altijd voor open. Maar wat ik zeg, ik ben gewoon bezig met de volgende wedstrijden. En zo goed mogelijk presteren voor NEC en alles daaromheen. Dat zie ik vanzelf al. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, je hebt natuurlijk verlengd in de zomer. En dat je ook dacht van, nou ja, daar ben je ook al een beetje met je toekomst bezig. Ja, ik vind want ik kreeg wel door namelijk dat je een andere stap wilde maken namelijk. Ik snap wat je bedoelt, alleen ik denk nu ook, omdat ik nog niet heb gesproken met Carlos, denk ik ook niet dat het netjes is om überhaupt over deze situatie te praten. En kijk, vooralsnog zit ik nog steeds, ik lig nog vast tot 25. En ik ben heel blij dat ik bijgetekend heb. Ja, dan vooruitkijkend naar die wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen PSV. Kijk ook maar even naar de blessuregevallen van NEC. Want ja, die ziekenboeg die wil maar niet leegstromen. Nou, dat valt denk ik in aantallen wel mee. Tafsan was er al een tijdje uit. En alleen Filip en Bram zijn nog niet fit. Dus ik denk niet dat hij groter is geworden. Alleen, het zijn wel spelers. Wel zorgelijker misschien. Moet ik het dan zo omschrijven? Dan moet je sec naar de blessure kijken hoe het daarmee gaat. En dat weten wij natuurlijk intern wel. Alleen ja, voor deze wedstrijd is het natuurlijk bijzonder jammer dat twee centrale verdedigers er niet bij zijn. Die ook zeker kwaliteit hebben. Dus ja, dat is kloten. En hoe is het met Bart? Goed, die heeft meegetraind deze week. Dus die is inzetbaar. En dan die andere die afwezig was, is Lasse Schöne. Keert hij weer terug of kies je er toch voor om misschien het te laten staan zonder Schöne? Want het ging eigenlijk best goed. We hebben zeker resultaat gehaald en hij is terug. En er zal morgen blijken of hij ook speelt. En we hebben daar meer keuze in. Natuurlijk zijn we hoedemakers wel kwijtgeraakt voor Sparta. Die is ook weer terug. Dus wat dat betreft is de ziekenboeg niet vol geraakt, maar minder vol. Dus morgen zullen we zien welke keuzes we gemaakt hebben. Ja, en dan kijk ik even maar naar die wedstrijd van zaterdag PSV. Zaterdagavond om 8 uur. Dat wordt een hele lastige wedstrijd. Ja, zeker. Dat weet je op voorhand. Met welk team je daar ook naartoe gaat. Het is altijd lastig om daar resultaat te halen. Zeker op dit moment, omdat PSV denk ik tot voor de interlandbreak volgens mij ongeslagen is en het heel goed doet. Nou, ze hebben in de interlandbreak, of net daarvoor, zich ook nog denk ik redelijk versterkt. Dus we zullen morgen van hele goede huizen moeten komen. Nou, dat willen we heel graag laten zien. En dan zullen we morgen wel zien wat het ons oplevert. We gaan kijken PSV of het toch gestund kan worden een keer. Je weet het niet, hè? Ze moeten een keer verliezen. Ja, precies. Eens moet de eerste keer zijn. Hè? Ja, dit was hem dan weer de NEC-update van deze week. Morgenavond om 8 uur wordt er afgetrapt in Eindhoven. Tegenstander dus PSV. Kun je er niet bij zijn? Ben je niet een van die 1000 supporters die toch meereizen? Dan is de wedstrijd natuurlijk live ook te volgen bij mijn collega's van Eran 7 bij de radio. Kun je lekker de hele wedstrijd daar gaan volgen. En wij zijn natuurlijk heel snel weer met een nieuwe update. Intussen blijf je op de hoogte via mijn Instagram of X, het oude Twitter. En op TikTok zijn we ook te vinden. Daar ook wat andere leuke filmpjes die ik er af en toe opzet. Wie
je dan weer niet in de update ziet. Graag tot de volgende!